Alleen de zuidelijke temperatuur is die 2 april niet Vlaams. De Italianen voelen zich dus thuis. Ze zijn numeriek oppermachtig. Van de Vlamingen blijft alleen Museeuw in de finale overeind. Even paniek als Museeuw in de Paddenstraat lek rijdt. Maar op 40 kilometer van het einde komt hij het gezelschap van Zanini en met de steun van ploegmaat Bortolami weer aansluiten. Op dat ogenblik is MG-spits Fabio Baldato er vandoor gegaan. Museeuw reageert ten eerste keer op de Berendries op 32 kilometer van de streep. Fel, krachtig, gretig, maar als hij omkijkt, ziet hij zwart best André Schmil naderen. Museeuw gaat een tweede keer, nog snediger en nu zonder parasieten op de huid. In een mum van tijd heeft hij Baldato te pakken. In de Ten Bossestraat in Brakel zijn de twee samen. De voorsprong is klein, 20 seconden slechts. André Schmil countert, de rest past. De Rus nadert snel op de twee leiders. Ik zag dat Spin achter me kwam en toen heb ik nog een tandje bijgestoken. De massa op de muur, de op 1 na laatste bult op 16 kilometer van het einde. Er is ook nog de Bosberg, maar de muur is stukken steiler. Daar in Geraardsbergen wordt duidelijk dat Museeuw echt een superdag kent. Nu gaat hij sneller, Johan Museeuw. Kijk, daar moet het gebeuren. Johan Museeuw nu, een sprint, maar Baldato klampt aan hoor. Baldato, maar eraf. En nu komt dat moeilijke stuk en dan hebben we die kapelmuur nog. Ja, Baldato heeft het. Museeuw, allez, doorgaan nu. Alles eruit persen van Museeuw en Baldato. Hij is eraf. Hij is eraf. Ja, hij is eraf. Johan Museeuw imponerend op de kapelmuur. Johan Museeuw nooit verzwakkend op de Bosberg, de grootmeester op zijn terrein. In de achtergrond komt Schmil bij Baldato aansluiten. De twee maken echter geen meter goed. Integendeel. Nog 3,5 kilometer en het wordt een ware triomftocht. De Vlamingen zijn allemaal buitengekomen langs die lange brede baan hier naar Meerbeke. Zij vieren hun held Johan Museeuw op weg naar zijn tweede zege in de Ronde van Vlaanderen. En hij begrijpt het. Hij weet wat hij gepresteerd heeft ook en hij verdient daar alle waardering en lof voor. Want dit is een grote prestatie van Johan Museeuw. Ondanks de pech, dus de lekke band in de Paddenstraat, teruggekomen. Dan zelf ook nog in de aanval gegaan. En op wat een manier, Baldato eraf gereden op de muur van Geraardsbergen. En nu hier winnaar van de 79e ronde van Vlaanderen. Ik heb geen veel talent, maar niet het talent van Merckx of van Roger de Vlaming of van Greg LeMond of van die grote. Ik sta hier daar juist onder. Ik moet gewoon een superdag hebben en dan ben ik waardig aan die mensen. Maar ik heb heel weinig van die dagen.